We staan hier voor de grote kerk in Alkmaar, waar de beursvloer straks gaat plaatsvinden. Deze wordt georganiseerd door Stichting De Waaier, makelaar in maatschappelijk betrokken ondernemen. Er zijn in diverse verenigingen, stichtingen en bedrijven, maar dat is niet alles. Er zijn hier ook 3 burgemeesters en Joep van het Hek. Zullen we even binnen gaan kijken? Stichting komen we hier met een vraag. Bedrijven hebben een aanbod. Ze zien elkaar, ze treffen elkaar gewoon fysiek en er wordt meteen een deal gesloten. Dus dat maakt het een stuk makkelijker dan het telefonisch doen of via een website. Hier breng je mensen gewoon weer eens bij elkaar. Zoals Piet Bruinhoven zei, in de huiskamer van Alkmaar. We zijn leden van de Lions Club Alkmaar Victoria. En we staan hier namens de stichting Kaaskoppenstad. We organiseren voor het 4e keer volgend jaar Kaaskoppenstad. Het is een heel groot evenement waarbij 20.000 bezoekers verwacht worden. En waarbij ook 400 à 500 vrijwilligers betrokken zijn. En nu, we hebben heel hard nodig opslagruimte voor al onze spullen. En hoeveel kubieke meter hebben we het dan over? Nou, we hebben ongeveer over 200 vierkante meter. En we hebben net gehoord dat het eigenlijk makkelijker is als we alles op pallets kunnen plaatsen. En de pallets hebben we ook nog niet en die willen we ook graag hebben natuurlijk. En ook nog grote pallets, gipspallets als het kan. Nog meer wensen? Ja, nog meer wensen. Eigenlijk zoeken we ook vrijwilligers. Eigenlijk handjes. Mensen die ons willen helpen om op te bouwen. En die ook de willen helpen bij de kinderkaaskoppenkermis. En dat is echt werkelijk ontzettend hartstikke leuk. Iedereen moet gewoon mee aan doen. Er zijn verschillende bedrijven die graag Joep van het Hek natuurlijk willen hebben als trekker voor het openen van een evenement. Wat brengt de grote Joep van het Hek naar het kleine Alkmaar? Nou, het is een kleine Joep van het Hek. Je ziet, ik ben niet zo groot. Ik vind het leuk om te doen. Ik heb al heel lang, al bijna 16 jaar, een huis in Bergen. En daar ben ik veel, daar ben ik vaak. Dus ik ken de omgeving goed. Dus ik heb wel, ik draag de omgeving een warm hart toe, zou ik maar zeggen. Ja. Nou goed, u bent, anders zou je hier niet zijn, denk ik, maatschappelijk betrokken ondernemer ook? Nou, ik ben cabaretier, ik ben columnist, ik ben grapjesmaker. En ik probeer altijd een beetje de maatschappij, om het maar zo te zeggen, een beetje wakker te houden, een beetje wakker te schudden. Een beetje zout in de wonden, een beetje iedereen een beetje, dat het allemaal maar niet zomaar gewoon is. En, dus dat is een beetje mijn werk, ja. En ja, de grote Joep van het Hek neemt het eigenlijk een beetje op tegen het nog grotere T-Mobile. Ik denk dat een hoop consumenten daar wel blij mee zijn, dat die klantenservices allemaal worden aangepakt. Wat is uw wens voor de toekomst voor wat betreft die organisaties? Nou, dat ze weer normaal gaan doen. Dus dat we afraken van het toetsen 1, toetsen 2, niet terugbellen, geen bedrijf aan de lijn krijgen. Ik heb het nu gebaseerd op een paar eigen ervaringen van me, maar ik heb gewoon een open zenuw in de maatschappij geraakt. En het is gewoon iets maatschappelijks. Dat je gewoon 2-3 uur per week dat je aan een telefoon hangt en niemand aan de lijn krijgt. En als je iemand aan de lijn krijgt, dan kent hij je probleem niet. Dan snapt hij niet. Hij kent je dossier niet. Hij belt je niet terug. Je hoort niks meer. Je krijgt het verkeerde teruggestuurd. Je krijgt een factuur. Je moet toch doorbetalen. Je betaalt 3 maanden in kasso door. Eerder dan weer en terug. En gaan we door. En zo voort. Het is een soort chaos. En volgens mij worden we er allemaal heel chagrijnig van. De mensen van de helpdesk worden chagrijnig. Omdat ze niemand, ja, omdat ze alleen maar ontevreden klanten aan de lijn krijgen die al 3 kwartier in de wacht hebben gehangen. De klanten worden zagrijnig en volgens mij kunnen we zo niet doorgaan met de wereld. Dat we alleen maar met zagrijnige dingen om geld bezig zijn. We moeten gewoon weer aardiger mensen tegen elkaar worden. Dus we moeten dat stroomlijnen. Ik sta hier naast Arjan Oosmeij, de winnaar van de bronzen waaier. Arjan Oosmeij van Back to Basic Training. Je bent de meest maatschappelijk betrokken ondernemer uit de regio. Wat betekent dat? Ik ben de meest maatschappelijk betrokken ondernemer uit de regio Alkmaar, maar ik ben gelukkig niet de enige. Het betekent dat wel onze regio erg vooruitstrevend is met het maatschappelijk betrokken ondernemen aan zich. Ten opzichte van de andere regio's, laten we het zo zeggen. En welke criteria heeft de jury gebruikt om jou aan te wijzen als meest maatschappelijk betrokken ondernemer? Dat zijn een aantal criteria geweest. Eén daarvan is geweest het feit dat de langdurige inzet. Dus ik zet me al een aantal jaren hiervoor in. En het tweede, ik ben zelf een kleine onderneming. Dus ik probeer altijd samenwerking te vinden met andere bedrijven die ook maatschappelijk betrokken zijn. Om zodoende grotere projecten aan te kunnen. En dus grotere projecten te realiseren.
En wat betekent dat nu voor je bedrijf, het winnen van zo'n prijs? Nou, een hele grote eer. Een hele grote eer. Het is natuurlijk, je wordt gekozen door heel veel bedrijven die vinden dat je daar goed werk mee hebt verricht. En ja, dat is voor een fantastische eer natuurlijk. En voor de rest is het niet. Het is gewoon leuk om te winnen. Ja. En verdiend. Heb je nog een wens voor deze beursvloer? Ik hoop dat wij niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief hoge matches creëren. En dat we weer een strategische bijdrage kunnen leveren aan het vrijwilligerswerk wat hier in de regio gedaan wordt. En op een dusdanige manier, ik heb namelijk al vernomen dat een aantal mensen, een aantal stichtingen van 2 jaar geleden niet eens meer hier naartoe komen. Omdat die het zo goed op orde hebben momenteel dat ze het niet meer nodig hebben momenteel. Nou, ik hoop dat we dit jaar nog een slag kunnen maken daarin. En dat het bedrijfsleven weer zijn steentje bijdraagt eraan om dat te realiseren. Ik sta hier naast Hanneke van Mulder op Dam. Een bedrijf hier op de beursvloer. Wat komen jullie hier brengen? Wij staan in de hoek van de klussen en de materialen. Dus wij hopen een leuke match te vinden op dat gebied. En materialen die jullie aanbieden aan vrijwilligersorganisaties? Ja, dat klopt. En wat willen jullie als bedrijf daarvoor terug dan? Nou ja, kijk, je doet het natuurlijk om de maatschappelijke betrokkenheid. Die vinden wij heel belangrijk als Mulder op Dam. Dus dat is onze insteek. Dat we een mooie match vormen waarmee we onze maatschappelijke betrokkenheid uitdragen. Tot slot, nog een wens voor deze beursvloer? Ik hoop dat het een onbeduidelijk leuke middag wordt. Ik hoop dat mensen inderdaad matchen met elkaar, veel aan elkaar hebben. En volgens mij leer je ook weer heel veel van elkaar. Zoals ik ben cabaretier. En af en toe doe ik ook eens dingen voor goede doelen of zo. En dan kom ik weer mensen tegen. En dan hoor je vaak wat mensen allemaal al doen voor goede doelen. En op de manier waarop mensen zijn veel maatschappelijker betrokken dan we allemaal denken. En dat vind ik wel leuk. De beursvloer is succesvol verlopen. 417 matches ter waarde van 1,25 miljoen euro zorgt voor een nieuw record. Een resultaat om trots op te zijn. De volgende beursvloer is op donderdag 1 november 2012. Tot dan.